Goedemorgen, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Vandaag veel bewolking boven ons land. En dat komt allemaal door een storing die vanuit het noorden steeds verder op land ontlands optrekt. Zo nu en dan valt er wat lichte regen of motregen uit de dikkere bewolking. Dat gebeurt met name in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is het droog en mogelijk dat in Zeeland later vandaag de zon af en toe doorbreekt. De temperaturen al met al iets boven normaal voor de tijd van het jaar met 14 of 15 graden, maar er waait wel een stevige noordwestenwind, matig boven land en krachtig tot soms hard aan zee. Vanavond neemt de wind weer iets in kracht af, maar blijft het bewolkt met vooral in het noordoosten nog altijd wat lichte regen of motregen. De temperatuur die daalt naar een graad of 13. Morgen dan is het vooral in de oostelijke helft bewolkt. De kans op lichte regen of motregen blijft. In de kustprovincies is het juist droog, mogelijk af en toe ook met wat zon. De temperaturen altijd nog vrij hoog met 14 tot 16 graden, wel iets minder wind dan vandaag. De komende dagen nog veel bewolking op donderdag. Met name in het noordoosten en oosten nog af en toe wat lichte regen of motregen bij een graad of 14. Vanaf vrijdag vaker de zon, maar ook buien en lagere temperaturen met op zaterdag nog maar 10 graden. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza.nl